Hoi, ik ben Johanna Nijthever en dit is mijn vlog. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Vlogmas. Ik ben dus net wakker, ik heb dus net ook al lekker ontbeten. Het is vandaag zaterdag, eindelijk vakantie. Nou ja, vakantie kan je het nu voor mij dus niet echt noemen. Want ik moet dus nog even werken bij mijn ouders. En ik ga dus morgens werken. En dan stop ik denk ik rond 2:30 of zo. En daarna ga ik dus samen met Sam, met Popeye en met Chimera naar de Wieringermeer uit. Dus om dus lekker te gaan trainen. Daar heb ik super veel zin in, maar eerst ga ik even douchen. En doe even mijn werkkleren aan en daarna ga ik lekker werken. Zo, het is 7:50. Ik ben helemaal omgekleed. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb mijn tanden gepoetst en zo. Deze trui heb ik nu dus aan en deze is echt super lekker warm. Ik heb er dus ook nog een kooltrui onderaan. En ik dacht, ik laat hem even zien. Dit is onze kerstboom. Hij kan niet super groot zijn, want hij staat hier in het hoekje. Want anders moet hij hier meer in de huiskamer staan. Maar dat wordt hem natuurlijk niet. Dus daarom staat hij hier gewoon lekker. Maar in ieder geval is het dus nu 7:50. Nu ga ik lekker werken. En dan ga ik vanmiddag dus weer lekker naar stal. En dan heb ik natuurlijk ook weer super veel zin om lekker met de pony's te gaan trainen. En dan ga ik dus samen met de zoon naar de Wieringermeerruiters. Maar eerst ga ik nu natuurlijk naar beneden om te werken. Zo, daar loopt Suzanne. We hebben de trailer aangekoppeld. We zijn net op stal aangekomen. Ik heb lekker gewerkt. Suzanne is de kruiwagen aan het halen. Eerst gaan we dus even de stallen mesten. Daarna moeten we dus nog wel wat vlassen aan één kant doen. Want meestal gaan we maar met één pony weg. Maar nu dus met twee. Maar eerst gaan we de stallen mesten. Het voer klaarzetten. Daarna natuurlijk nog even de spullen in de trailer. En dan dus nog het hooinet misschien even vullen. En dus nog wat vlas. En daarna nog even de ponies klaarmaken. Zo, nou inmiddels is het dus alweer wat later en is het dus ook alweer donker. En ik denk dat jullie het niet kunnen zien, maar de hele trailer is klaar. Er liggen genoeg vlassen in. Hooinet is helemaal gevuld, de stallen zijn dus ook al gemest. En ja, jullie zien het niet goed, maar in mijn zadelkamertje voor in de trailer ligt mijn zadel, single pet, borstels, twee hoofdstellen. En voor in de auto liggen mijn laarzen en twee paar sporen. En achter in de auto liggen dus mijn andere zadel en mijn cap. En nog dekjes. Nou, alle spulletjes die we dus nu al mee moeten nemen, wat ze nu dus zeg maar om moeten liggen. Hier al, nou de rekentekst voor Popeye. Peesjes alvast voor Chimuel, want ik ga Chimuel als eerst rijden. Nog even een extra halster voor Popeye en mijn transportbeschermers. Want dat halster doe ik nu dus even bij Popeye om, omdat we dan dus even nog een touwtje mee kunnen nemen. Dus nu gaan we ze even uit de paddock halen. En daar poetsen we ze dus. Maar we doen eerst Chimuel's been dus al poetsen. Want dan kunnen we de pees dus om doen. En Popeye rijd ik daarna dus dan. Ja, doe ik dus nog even de transportbeschermers om. Zo, de ponies zijn er helemaal klaar voor. Dus nu gaan we ze inladen. Zo, we zijn veilig aangekomen. Hier staat knappe Pop. Hier lieve Champie. Ze waren heel lief tijdens het rijden. Ja, ze hebben op de trailer. Dus dat was wel echt super fijn. Dus daar ben ik blij mee. Nou, ik heb een zweep. Twee paar sporen. Uitreken. Zadel, single, bondje, cap. Twee dekjes. Twee hoofdstellen. Extra deken. Borstel, mijn laarzen. En Suzanne is dus nu nog mijn andere zadel uit de auto aan het halen. En eerst ga ik dus Champie even lekker rijden. Dus die ga ik nu lekker opzadelen. Zo. Champie is helemaal opgezadeld. Popeye staat hier dus. Die mag zo nog lekker even blijven staan. Ik heb mijn laarzen aan mijn cap op. Suzanne is daar dus met Champie aan het lopen. Ik ga nog even mijn handschoenen pakken. En ondertussen dat we dus aan het inladen waren. Toen wouden we dus gaan inladen. Maar toen begon het ineens keihard te regenen. Dus dat was echt niet fijn. Toen moesten we weer terug. En mijn jas is echt helemaal nat. De dekens ook. Dus die van Champ hangt even te drogen. Maar ik heb mijn handschoentjes gepakt. Dus nu ga ik naar Champie toe en gaan we lekker trainen.
ik heb dus net gereden met Smeur. Aan de ene kant was ik wel tevreden, maar aan de andere kant niet. En het regent nu echt super hard, maar ja, op het laatst ging het wel goed, maar toen liet hij ook wel los. Maar in het begin wou ik gewoon niet het loslaten, omdat ik gewoon het gevoel dat hij dacht van, ja, vandaag heb ik er geen zin in. Maar vooral als dat in een geloof en dan, ja, dan denk ik van, ik ga niet, ik wil dit niet. En dan gaat hij met hangen en dan denk ik van, ja, ik heb hier geen zin meer in. Maar op het laatst ging het gelukkig wel wat beter. Dus ja, ik hoop dat het voetbal wel vandaag beter gaat. Maar ja, soms heb je wel van die dagen. Maar voor de rest was hij dus wel heel erg braaf. En ik denk dat hij ook wel een beetje dacht van, ja, normaal mag ik hier natuurlijk super hard. Maar ja, met springen natuurlijk. Dus hij dacht van, ik heb er weer zin in. Maar nee, hij moet vandaag echt blessure. Dus ik denk dat hij dat ook wel wat minder leuk vond. Zo, nou papa is dus nu ook helemaal opgezadeld. Suzanne is nu dus nog even met Chumeur aan het uitstoppen. Die heeft lekker een dekentje op. En nu ga ik dus ook nog even lekker trainen met Popeye. Zo, ik zit dus nu op Popeye. Ik heb hem ook al lekker losgereden. En dat heb ik dus gedaan met de Bukas rekentekst uit haar deken. Want toen we heen gingen had ik dus de hele deken opgedaan. En nu ga ik hem dus afhalen en ga ik even lekker trainen. En dan weer met uitstappen doe ik hem weer op. En als we dan zijn uitgestapt, dan doen we dus weer de rekentekstdeken op. Thank you.
bak. Dus daar was ik wel echt heel blij mee. Want thuis kon ik alleen maar op de volg omdat de rest helemaal nat is. Dus ik ben wel heel erg blij dat we hier dus heen zijn gegaan. Nu ga ik dus weer lekker even uitstappen. En wat best wel dom is, want in mijn laarzentas van mijn nieuwe laars heb ik dus van die sokjes. Van die echt hele dunne pantykousjes. Maar ik heb mijn laarzen gewoon zo meegenomen. En als ik 's middags rijd, kan ik gewoon met sokken aanrijden. Gewoon een dikke broek. Maar mijn kuiten zijn 's avonds altijd wat dikker. Dus nu kom ik mijn laarzen hier in mijn gewone sok. Dus ik heb nu geen sokken aan. En dat doet hier echt heel veel pijn. Hier ook. En oh, ik ga zelfs eerst mijn laarzen uitdoen. Maar gelukkig had ik er niet heel veel last van. Maar nu met uitstappen denk ik wel van... Oh, dat doet wel zeer. Dus ik ga ze zo gelijk even uitdoen. En ik denk dat het wel een beetje rood is. Want het duwt er zeg maar tegenaan in dit. Maar ik ga hem lekker even uitstappen. En dan gaan we weer afzadelen. Zo, nou, Susanne is dus nog even met Popeye aan het uitstappen. Hier staat knappe Champy. Susanne heeft dus net al de spullen van Chimeur opgeruimd. Ik ben hier dus de andere spullen aan het opruimen. En mijn camera leg ik dus al in de auto, want als ik dit heb opgeruimd, gaan we de ponies dus inladen. En als ik hem dan nog mee moet nemen, is het een beetje onhandig, want we moeten nu natuurlijk twee ponies inladen. Dus dat is wel even wat anders. Maar ik ga nog even de laatste spulletjes wegbrengen. En dan gaan we weer naar huis toe. Zo, we zijn weer op stal. De ponies zijn dus nu lekker aan het eten. Nou, de ponies hebben echt super goed hun mes gedaan. Kusje pop. Chimpy is nog lekker aan het nalikken. Kusje, kom je nog eens kijken? Kom nog eens kijken? Nou, Chimpy gaat lekker hooi eten. De ponies gaan nu lekker slapen. Ik zo meteen ook. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vergeet er zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Vlogmas video. Dus dan zeg ik tot morgen allemaal. Slaap lekker. Doei doei. Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.